Goedemiddag. Je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van vrijdag 25 mei. Vanmiddag zijn er her en der al wat stapelwolken ontstaan die af en toe ook uitgroeien tot een bui. Op de radarbeelden zien we de buien van vanochtend die richting het noordwesten wegtrokken en dan zien we over Duitsland en later ook op de Veluwe en richting Flevoland buien ontstaan en bij deze buien kan ook onweer voorkomen. Vanavond valt er op een enkele plek nog een bui. Het is dan een graad of 22. Vannacht wordt het dan overal droog. De minima liggen rond de 15 graden en in Zeeland is er kans op mist. Morgenochtend is er eerst nog wat bewolking aanwezig, maar die lost snel op en dan wordt het een stralend zonnige dag. Het wordt erg warm, met maxima tussen 26 en 29 graden. En dieper landinwaarts kan het zelfs lokaal een tropische 30 graden worden. Erg mooi weer dus voor allerlei buitenactiviteiten. En ook fijn om te barbecuen bijvoorbeeld, want s'avonds blijft het nog lang warm. En zondag? Zondag ziet er eigenlijk een beetje hetzelfde uit. Het wordt warm en zonnig, maar in de loop van de middag ontstaan er wel wat stapelwolken, en die kunnen in het zuiden uitgroeien tot een enkele onweersbui. Ook na het weekend blijft het warm, maar de kans op zware onweersbuien neemt dan wel steeds meer toe. Ik ben Hanneke Luiting van Weerplaza.